dag 1 van zomerweekvlog, dag 11. Vandaag ga ik niet zoveel doen, of vandaag 35 graden, dat wordt echt best wel warm. Ik ga vandaag wel zwemmen, sowieso. En misschien ook met mijn moeder. Verder ga ik denk ik niet zoveel doen. En morgen ga ik lekker gemetten, yeah. Dus ja, en ik ga ook nu meteen mijn eten maken, dus let's get started. En ik heb me van zo gericht en ik heb dit aan een rood korttopje en een donkerrode korte broek, mijn haren los. En nu ga ik weer op Star Stable en dan ga ik nog de laatste 3 ezels zoeken. En ik heb net de hele tijd mijn Black Widow gebeld en nu ben ik op Pinterest die dingen uit het zoeken, gewoon voor de lol. Dus ja. En ik ben nog met Black Widow het bellen en ik ben Star Stable het doen. En ja, dan sluiten we deze dag 1 van de weekvlog zomerdag 11 af. En dan zie ik je weer morgen bij dag 2 van de weekvlog. Bye! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christina Primoek en welkom bij dag 2 van de weekvlog. En waarschijnlijk zullen jullie wel weten dat ik Christina Primoek ken op Max. Maar het is een beetje kut vanwege het zomer nog gisteren. Dus let er maar niet op. En ik ga vandaag gewoon met de lekker gewoon in 30 graden boeien. En ik ga dus nu mijn eten maken, dus let's get started. En nu ga ik mij verzorgen. En ik heb me verzorgen en ik heb een lieve t-shirtje aan. En deze korte broek en mijn teen slippers. En ik ga nu naar oma. En nu ga ik zwemmen. En ik heb net gezwommen en ik ga nu alles klaarmaken voor het gemetten. En we zijn alles klaarmaken voor het gemetten. En ik heb mijn vader shirtje aangetrokken. Yep. I know. Ik moest niet helemaal. But I don't. En ik ga nu op de computer heel even tot de klaar zijn. En dan ga ik gemetten. En bij deze sluit ik dag 2 van de weekvlog af. En dan zie ik jullie morgen bij dag 3 van de weekvlog. Bye. Hallo allemaal, ook bij dag 3 van de weekvlog. Vandaag ga ik naar mijn oma en opa op mijn opa je verjaardag. Die is jarig vandaag. Dat gaan we doen. En daarna ga ik tegen mijn plek weer opbellen of zo. Ja. Verder weet ik niet wat ik ga doen. Dus ja. En ik ga ook nu meteen mijn eten maken. Dus let's get started. En ik heb me verzorgd en we gaan nu naar mijn opa omdat hij verjaardag heeft vandaag. En ik heb dit jurkje aan van Skeum. En mijn haar heb ik zo in zo'n ding gedaan, you know. En nu gaan we naar oma en opa. En ik heb zwarte schoenen aan. En we zijn nu naar huis het lopen en we zijn klaar bij oma en opa. En ik ga zo meteen mijn nagels doen. Omdat ik morgen met Savannah naar Sittard ga. Dus yes. En het was super leuk. Mijn opa vond de cadeautjes leuk. Ik heb mijn cadeautas bij me. Dus yes. En ik ben thuis en ik heb dit aan. Gewoon dit shirt en een zwarte korte broek. En ik ga denk ik nu mijn nagels doen, denk ik. En ja, of zeker, ik don't know. Dus ja, wat ga ik voor nu dan doen? En ik heb mijn nagels gedaan. En ik ga nog met Black Widow bellen. En dankzij kijken we op de laptop of zo. En dan sluit ik bij deze dag 3 van de weekvlog af. En dan zit ik hier nog bij dag 4 samen met Black Widow en Sittard. Ja, yes, bye! Hallo allemaal, welkom bij dag 4 van de weekvlog. Vandaag ga ik met Black Widow. Daar zit dat, zij zal er zitten, ik moet alleen daar komen. Dus ja, dat gaat super gezellig worden, maar ik moet nu opstaan van 10:15 heb ik de bus, want ik ben om 10:45 al in Sittard. Ja, yes. Dus ja, ik ga nu heel even snel mijn eten maken, aankleden en zo. En dan wacht ik tot ik 10:15 de bus heb en dan gaan we. Dus let's get started. Ik ben net aangekomen waar we net aangifte gaan doen bij de politie. Bleh.
Voor de jongen waarin zitten, want ze zijn daar nou. Dus ja, en nu moet zij gaan pennen bij Stadshuis en dan moet je nemen aan de bus terug naar haar huis. En dan gaan we. We zaten net een half uur op. Ja, we hadden onze dag verkloot om op het politiebureau te zitten voor een oplus. En we waren daar bij plek Vero thuis. We hebben dagboeken aan elkaar voorgelezen en nu gaan we in het parkje, denk ik, zitten. En daarna gaan we naar de stad. En foto's maken, ja. En ik zit in de bus, Black Widow moet helaas gaan. Dus ja. Ja, verder weet ik niet wat ik moet vertellen. Pak zeker, ze zitten hier. En ze sloeg me naar mijn tand hier, kijk. Au! En toen mocht ik ook wel opslaan, yay! We lopen nu naar de Action omdat zij weer iets voor de kutterig slotje moet hebben. En daarna gaan we weer met de bus of lopend de stad in licht gaan. Hoe dan? We moeten wachten, dus ja. Yes. En we zijn bij de Old Town geweest en we hebben Starbucks gehad. Ik heb chocolade en van heeft karamel. En ik ben nu naar huis lopen en morgen spreek ik ook weer met Fana. Oh. En dan gaan we waarschijnlijk naar Heerlen of ook weer naar Sitter of zo of naar Aken, I don't know. Maar ook spreken we wel de locatie af, dus ja, yes. En nu ben ik onderweg dus naar huis open. En ik ben thuis en ik heb net gegeten. En ik heb gewoon mijn nightshirtje en een korte broek. En nu ga ik dan serieus kijken, I don't know. En dan zie ik je morgen weer bij dag 5, ook weer samen met Black Widow. Ja, yes. Dus tot morgen. Bye. Hallo allemaal, welkom bij dag 5 van de weekvlog. Vandaag ga ik ook weer met Black Widow naar Sittard. Ja. En ja. En ik ga vandaag dus naar Sittard. Dat ga ik alleen vandaag doen. Want ik ben vanaf 11:45 heb ik de bus. En dat zij dan van 11 tot 12 rijles geven. En dan ben ik gewoon 10:50 in Heerlen. En zij dan ook, omdat zij dan klaar is. En dan gaan we naar Sittard. Yes. Met de bus, volgens mij. Met de bus of met de trein gaan we. I don't know. Dus ja, maar dan moet ik dadelijk wel weer straks alleen naar huis. Dus dat avontuur mogen jullie ook mee zien. So yes. Dus let's get started. En ik ga mijn eten maken. En ik ga mij nu aankleden. Want ik ga zo meteen mijn plek weer namens trekken. En ik kom er tegen Helen omdat ze al in Helen is. En ik ben nu het lopen naar de bus. En ik heb mijn lieve t-shirtje aan en een zwarte broek en wit schoenen. Dus ja, en nu ben ik het lopen dus naar de bus. En ik ben met Black Widow en ze heeft nog altijd dezelfde shirt aan en ik een lieve shirtje. Ja. We zijn aangekomen in Sittard winkelcentrum, dus ja. Yes. En nu gaan we even ergens wat eten. En we hebben allebei een ijsje koffie. En nu gaan we zeg maar een stoppertje in onze kleur doen. Ik heb dus blijkbaar wit aan. En zij is zwart en dat zal waarschijnlijk moeilijk worden voor ons allebei. Dus ja, even oversteken. Ik ga mij nu verstoppen. Black Widow zit daar. Die gaat daar tot 30. En waarschijnlijk heb ik al een plekje in gedachten. Want ik mag in wit. Hier heb ik groen, rood en zwart. Ik wil misschien in die bosjes daarachter gaan. Kijk of ze me dan ziet. Dus ik ga een beetje rennen. Ik probeer nog dat ze me niet gaat zien. Nou, ik moest Christina gaan zoeken. Ik sta nu hier. Ik kom er niet. En ik moet nu mijn ogen dicht doen. Ze is helemaal daarachter. Was ze gaan verstoppen. What the fuck? Ik stond hier. Like, de hele dag moest ik nog af. Helemaal daarachter verstopt hieronder. Ah, maar nu een nieuwe hond en ze hebt me zo. Wanneer ik weer kan komen om haar te zoeken. De eerste poging is mislukt. Weer op zoek naar Christina. Daar gaan we. Ik wist dat ze terug is gelopen, dus ik ga hier koeken doen. En rustig teruglopen.
via de bezoeken. Kijken of ik iemand zie zitten. Die is net daadwerkelijk. Ik heb 2 minuten echt gelopen. Zo ver kan die toch niet lopen. Ik loop eens deze straat in. Dus langs deze plant af. Nee, hier is ze niet. Top. Nou, dat is straks mijn plek. Als ik haar eindelijk eens gevonden heb. Waar is die kanarie? Ik vind het toch niet. Waar is die? Oh, die zal niet, die kan dat. Wat een aardige man, dank u wel. Ja, iemand heeft je verraden, ik heb hem nog niet. Per god. Ik moet nog uitvogelen waar die kanarie zit. Hi, daar zit ze. Daar is ze. Ik ben hier ingegaan, maar ik ga diep was zodat ze me niet kan vinden. Allee. Ik dacht dat ik vast ging zitten of zo. En nu wacht het op Black Widow komt. Ik zit hier nu op de grond. Ik hoop dat ze me zo niet kan zien. Ik dacht net dat ze daar aankwam, maar er waren andere mensen. Dus ik zag een Black Widow. Ze heeft me nog altijd niet gevonden en ze heeft tot kort over. Ze heeft 5 minuten. Dus ja, de eerste foto wat ze gestuurd was close. Maar ik weet nog niet waar ze is, hoe snel ik kon zijn. En ze kon op mijn stem afkomen. Dus ik moet echt stil zijn, jongens. Anders val ik achter Shaki. En ik ben op een plek gekomen. Blijkbaar, hoe staat daar achter? Dus ja, en nu moet ik opnieuw stoppen omdat ze me niet heeft gevonden. En als ze me even gewoon dan moet zij wel weer verstoppen, dus zij moet ook nu gaan tellen. En daar staat zij. Tweede ronde. Black Widow is het tellen. Ah, ik moet best wel opschieten, want ik heb geen plek. Maar alles wat hier is, is in mijn kleur. Ze zag me volgens mij, kut. Ik
heb weer iets van zakken van mijn herkant te zien als hij hier langskomt. Dus ik probeer hier onderdoor te komen. En hier dan zo verstopt, maar dit is echt fucking krap. Ja. Ik hoop echt niet dat ze me zag lopen langs haar, want ik moest dat stukje langs haar gaan en hier een klein stukje. Dus dat is echt stom. Dat staat ook zo'n man hier. Dus dat is awkward. Maar ik zie tegenover mij ook zo'n modderpad. Ik wil eigenlijk daarheen. Ik weet niet of dat open zicht is, dus let's just try it. En ik ga hierheen. Zullen we niet takken? Daar is ze, godverdamme, nu moet ik hier ook nog uitkomen. Blijkbaar, die man die dus hier langs liep, heeft mij verraden dat ik in die kstron bosjes zat. Dus nu mag ik opnieuw verstoppen, omdat hij me heeft verraden en dat mag niet. Dus nu moet Blackero weer opnieuw gaan tellen. En dan kan ik weer rennen als in de marathon. Ja, gezellig. Dus daar gaan we weer, jongens. Ik hoop dat niemand me nou ook verraadt. Nou, daar staat ze, zij gaat daar tellen. Dus ja, yeah, let's go and run. Moet nu wat voor een andere plek. Wat, ik weet geen. Waar is het stomste daarvan? Daar geen plekje weet. Maar zij moet nog tot een bankje lopen. Dus ik ga me verstoppen. Ik hoop dat niemand langskomt en niemand me vergaat. De spot gevonden. Ik heb de spot gevonden. Daar loopt die man weer, godverdomme. We gaan niet in de struik. Nee, ik hang de spinnenweb. Is mij. Yep. Dus ik kon hier niet door. Kids. Ik ga nu verder lopen. Prik. Dit is waar het gaat gebeuren. Denk ik hier staan of iets verder naar daarheen. Want dat vond ze me ook easy peasy. Dus let's go. En we gaan daarheen. Ik zit weer laag. En dit is mijn omgeving. Ik hoop dat niemand mij vergaat, maar daar is een open stuk. Als ik laag zit, dan kan ze me waarschijnlijk niet zien dat zij ze daar tussenin kijkt. Maar dan komt ze denk ik niet. Dus ja. Een good luck, Black Widow. Ze heeft me nog altijd niet gevonden. Dus dat is top. En ze heeft me gevonden en nu gaan we even naar haar huis om haar buskaart te halen, want dan gaan we op het station rondkloten. Dus ja, mooie wind. Maar ik moest eigenlijk haar nog zoeken, maar daar hebben we eigenlijk geen tijd voor, dus dat doen we dan de volgende keer. Maar dat doen we met steenpapjes gaan en wie wint, die mag zich verstoppen. Dus ja, want over 2 weken ga ik weer naar Vana toe in Stichter, dus yes. En we zitten op het busstation, zij pakt zo meteen de bus terug en ik moet nog de trein en dan de bus naar huis nemen. Want ik moet uitstappen naar beneden. Ik heb zo meteen een stoptrein. Een Arriva. En daarna moet ik met lijn 25 of 26 naar huis. Dus ja. En ik ben thuis en ik heb een topje aan en een korte broek.
En ik heb net lekker frietjes gegeten. En nu ga ik mijn Black Widow bellen. En chillen. En morgen ga ik denk ik zwemmen en barbecuen. Mijn ouders heb ik al opgehaald. Dus dan zie ik jullie morgen bij dag 6 van de weekvlog. Bye. Hallo allemaal. Welkom bij dag 6 van de weekvlog. Vandaag ga ik barbecuen. Misschien op de kamer even om een beetje later. Dus dat ga ik even doen. En verder weet ik niet wat ik ga doen vandaag. Dus ja, en ik ga dus ook nu meteen mijn eten maken. Let's get started. En ik ga me nu verzorgen. En ik heb me verzorgen en ik heb dit aan, dit t-shirtje en dit rokje. En mijn witte schoenen en mijn haren in een staartje. En nu ben ik naar huis aan het lopen. En ik ben thuis en ik heb dit aan. Korte broek. En ik ga nu de update van Star Stable filmen en dan voor dinsdag op mijn YouTube kanaal plaatsen. En daarna ga ik een video voor woensdag maken. En ik heb net de YouTube video's opgenomen voor dinsdag en woensdag. En nu ga ik even op Star Stable trainen en dan ga ik denk ik bak ideeën zo uitzoeken of iets anders. En ik heb net gebarbecued en ik zit nu helemaal voor, letterlijk voor. En ik ga nu denk ik nog serie kijken, zo, I don't know. Ik denk het wel, want ja, hier komt een hittegolf aan, because, ja, het gaat over de 30 graden steeds. En ik ga niet naar buiten, en om de dag een beetje snel door te laten gaan, zodat ik weer af kan spreken. Omdat hier ga ik echt niet de deur uit of zo. Ga ik zwemmen en series kijken, want het duurt best wel lang. En ja, dat ga ik dat zien doen, omdat de dagen snel voorbij gaan. Dus ja, ik ben met de 100 bezig en nog met 13 Reasons Why en zo nog een serie, dus 3 series. Dus ik ga even 2 uitkijken en daarna ga ik beginnen aan de echte wat ik wil zien. Want ja, ik ga niet 3 series tegelijk volgen, dus ja, ik hoop dat jullie deze serie leuk vonden. Wauw, ik bedoel, ja, wauw. Dus bij deze is leuk dag 6 van de zomerweekvlog, dag 10 af. En dan zie ik jullie morgen bij de laatste zomerweekvlog van dag 10, dag nummer 7. Bye! Hallo allemaal en welkom bij de laatste vlog van dag 7. Vandaag ga ik niet zoveel doen. Ik ga zo meteen de auto wegbrengen en dan gaan we naar de winkel om wat eten daar vanochtend. Lekker puddingbroodje. Ik heb dit al. Zwarte broek en witte schoenen. Haar in de stage in deze ketting. Dus ja, let's get started. En we staan op het tankstation. Ik zie niet wat ik film, want de zon schijnt in mijn beeld. Dus ik ga zo staan. En we moeten wachten. En dan krijg ik dadelijk een leenauto. En dan gaan we naar de winkel. En dan ga ik ook voor de smoothie meenemen voor wat ik waarschijnlijk vanmiddag ga maken. We zitten in een andere auto, in een Ford hebben we, en dan een grijze, kunnen jullie niet zien, maar ja. En nu gaan we naar de winkel. En we zijn in de winkel voor boodschapjes doen en voor te eten. En we zijn klaar vanuit de winkel en nu gaan we naar huis. En ik ben bij mijn oma en opa, ik heb dit aan de topje. Deze kost ook aan de glaslippers, ja. Yes. En we hebben nu een wifi kastje en dat heb ik net gedaan. En ik heb me even een t-shirt aangedaan. Tommy heel veel in plaats van een topje. En we gaan zo even naar Landgraaf. En ja. En nu weet ik niet wat ik ga doen. Misschien de TikTok of zo maken. I don't know. En nu gaan we naar Landgraaf. En ik heb met mijn kleding aan en ik ga nu denk ik muziek luisteren. Buiten is het echt warm, jongens. Hier is het hitteplan van kracht gegaan omdat het boven de 30 graden nou wordt tot volgende week donderdag. Dus we worden letterlijk gesloopt. Lekker hoor. En hierna ga ik denk ik eten, dus ja, zoiets ongeveer. Want het is nu pas 12:30 in de middag. Ik had het later verwacht. Het kan ook zijn dat ik waarschijnlijk vroeg op was ofzo. Dus ja, dat ga ik dus nu doen. En ik heb net mijn plek weer gebeld en ik ga zo meteen eten. En bij deze sluit ik de weekvlog van dag 10 af. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer bij
weekvlog toch 11. Bye.